Hout is ontstaan doordat wij een voorliefde hadden, zeg maar, voor de Italiaanse keuken, voor pizza's. En ik had echt de wens om een eigen restaurant te beginnen. Vrij snel daarna zijn we met z'n allen naar Napels gegaan om daar met z'n allen te proeven van de Napolitaanse pizza. Te kijken hoe ze het gehele proces in zijn werk ging. Wij zijn bij Lightspeed terechtgekomen doordat we eigenlijk een week voordat de opening was erachter kwamen dat het huidige systeem wat we gebruikten niet voldeed aan de professionalisering die wij graag wilden zien. En door een van de vrienden van een van mijn compagnons kwamen we bij Lightspeed terecht. Dus hebben we echt in 2 dagen tijd het gehele systeem geïmplementeerd. Nou, überhaupt het feit dat dat kan, betekent al dat het een fijn programma is. Maar dat we het ook nog zo snel kregen uitgelegd aan al het nieuwe personeel, ja, dat was wel gewoon geweldig. Ik denk dat de impact van Lightspeed op onze productiviteit heel erg groot is. Omdat je gewoon heel makkelijk naar alle tafels kan gaan, per tafel ontzettend snel kan wisselen en daarin alles kan aanslaan. Waardoor je alleen maar 2 lopers hebt vanuit het restaurant die de drankjes en het eten naar buiten brengen. Ik denk dat we daardoor echt gewoon 1 werknemer per dag minimaal scheelt het voor ons. Lightspeed helpt ons bij het opschalen van onze onderneming doordat we heel erg snel het huidige menu, wat we dus nu ook op 2 locaties draaien, kunnen implementeren in een eventuele 3e of 4e locatie. Ook het schalen tussen bijzondere dagen, festiviteiten, etc. Je maakt gewoon een klein minuutje in de back-office, 1 keer synchroniseren en het is al gebeurd. Dus ja, dan is het opschalen wel heel erg makkelijk voor bepaalde dagen, maar ook voor meerdere vestigingen. Als ik Lightspeed in 1 woord zou moeten samenvatten, dan zou het zijn gebruiksvriendelijk. Je kan heel goed met kleuren werken, waardoor je eigenlijk zonder na te denken of zonder te lezen zelfs gebruik kan maken van het systeem. Echt heel bevorderend voor de snelheid. En ik denk daardoor dat je gewoon veel meer tijd hebt voor de gast, om met de gast te praten aan tafel, in plaats van dat je naar een iPad staat te kijken. Dus ik denk dat ik dat een van de belangrijkste aspecten vind.